Welkom bij de serie Een anarchistisch ABC. In deze serie doen we een poging om verschillende concepten vanuit een anarchistisch perspectief te benaderen. Deze woorden leven echter in een complex van betekenissen, invalshoeken en analyses. Wat beschreven wordt in deze teksten omvat daar dan ook maar een selectie uit. Deze teksten dienen vooral als een introductie tot complexe onderwerpen. Waar nodig, worden meerdere teksten, eventueel door verschillende auteurs, geschreven en opgenomen. De tekst die hier volgt gaat over veganisme en is geschreven door Elvi. Introductie. Veel anarchisten zijn ook veganist. Dat betekent dat zij het consumeren van dierlijke producten zoveel mogelijk vermijden. Maar wat is het verband tussen veganisme enerzijds en het verwerpen van hiërarchieën anderzijds? In westerse culturen is er een sterk idee dat de mensheid zowel buiten als boven de natuur staat. Dit is een belangrijke ideologische pijler van het moderne kapitalistische bestel. Deze pijler legitimeert verschillende machtsrelaties tussen mens en natuur. Door de mens boven en buiten de natuur te denken, wordt het namelijk mogelijk om elke vorm van ecologische vernietiging goed te praten. Het is dan immers voor het goede van de mens. En wat heeft de mens nou van doen met de natuur? Tussen mens en andere dieren zijn ook ontzettend veel verschillende machtsrelaties te benoemen. Zo zijn veel diersoorten tot handelswaren gemaakt, waarbij mensen bepalen waar en hoe een dier moet leven en sterven. Ook dieren die niet tot handelswaar zijn gemaakt, worden als ondergeschikte behandeld. Zo wordt er nog steeds op veel dieren gejaagd en worden veel natuurgebieden gesloopt. Het consumentisme wordt duur betaald door zowel arbeiders in de gehele productieketen. Als de dieren wiens thuis wordt vernietigd. Dit is een vorm van onderdrukking. Aangezien anarchisten zich uitspreken tegen hiërarchie, is antispeciesisme bij voorbaat een anarchistisch standpunt. Het veganisme is hier de praktische uitvoering van. Antispeciesisme Een belangrijke kritiek onder veganistische anarchisten is dat we dieren op allerlei manieren minderwaardig verklaren. Zo heerst er in de maatschappij de gedachte dat dieren bijvoorbeeld niet intelligent genoeg zijn om het leven waar te zijn. Ook wordt gedacht dat vissen toch maar een kort geheugen hebben of dat dieren geen diep emotioneel leven hebben. Hier zien we ook hoe bepaalde ableistische gedachten aan de basis van specisisme staan. Net zoals de vermeende intelligentie of emotioneel leven van een menselijk individu geen argument mag zijn voor diens recht tot leven of autonomie, zou dat bij dieren ook niet zo mogen zijn. Het idee dat dieren gedood mogen worden vanwege hun neurodiversiteit klinkt uiteindelijk ook weer door in eugenetische ideeën over neurodiverse mensen. Wanneer we echter de tijd nemen om zonder vooroordelen de dieren om ons heen te observeren, zien we dat ook dieren allerlei vormen van intelligentie en emotioneel leven hebben. Bij honden en katten wordt ook steeds meer erkend dat zij personen zijn. Koeien vormen, net als mensen, diepe banden met hun kinderen en zullen een tijd rouwen als het kind wordt weggehaald. Dit gebeurt bij elke melkboerderij, ook biologische boerderijen. De vooroordelen die we over dieren hebben, kloppen dus vaak niet. Wanneer we voorbij het specifistische rookgordijn kijken, zien we dat we stukken van onszelf kunnen herkennen in dieren. Het is dan niet zo'n grote stap meer te erkennen dat dieren persoonlijkheid hebben. Net als mensen kunnen dieren ook leed voelen. Wanneer we dieren zien als personen die leed kunnen ervaren, is het niet meer te legitimeren dat mensen voor dieren bepalen hoe ze moeten leven. Vanuit dit oogpunt is het veganisme de enige mogelijke keus. Ecologie. Antispeciesisme en dierenleed zijn echter niet de enige redenen voor anarchisten om het veganisme te omarmen. Om vlees en andere dierlijke producten te produceren is er een enorme hoeveelheid aan grondstoffen nodig. Een koe dat geslacht gaat worden moet immers ook eten en heeft ruimte nodig. In totaal wordt de koeienpopulatie in de wereld geschat op ongeveer een miljard personen. Al deze koeien moeten eten en drinken om melk, spiermassa en vet te produceren. Veevoer bestaat voor een groot deel uit soja en mais. Gewassen die mensen ook goed kunnen eten. Wanneer we kijken naar hoeveel eiwitten er nodig zijn om dezelfde hoeveelheid eiwitten uit een dier te verkrijgen, de voederconversie, dan zien we chockerende getallen. Zo moet de kip 5 kilo eiwitten worden gevoerd om daar een kilo eiwitten in vlees van te krijgen. Daarbij zijn kippen nog efficiënt, want bij koeien komt dat meer in de buurt van 20 kilo eiwitten in het veevoer voor een kilo aan eiwitten in vlees. De consumptie van dierlijke producten is duidelijk niet efficiënt. Om dit voedselregime in stand te houden, wordt er elk jaar weer meer van de kostbare Amazone regenwoud weggekapt. Op grote schaal vlees produceren kan simpelweg niet duurzaam. In een wereld die in een rampzalige ecologische crisis is beland, kunnen we ons het consumeren van dierlijke producten gewoon niet veroorloven. Wat te doen? Het beste zou zijn als we zo snel mogelijk stoppen met het consumeren van dierlijke producten. Voor het welzijn van dieren is dat natuurlijk onmiddellijk nodig. Om daar te komen zijn er een aantal dingen waar we ons op kunnen richten. Hieronder volgen een paar voorbeelden. Maar er zijn nog veel meer veranderingen denkbaar die onze relatie tot natuur, voedsel en elkaar zouden verbeteren. Ten eerste zijn er gelukkig steeds meer alternatieven die de stap voor mensen makkelijker maakt. Maar die alternatieven zijn niet altijd bereikbaar. Vlees en dierlijke producten zijn kunstmatig goedkoop gehouden door hoge subsidies, waardoor een veganistisch dieet al snel duur lijkt. Daarnaast moet je ook anders naar eten gaan kijken en dat kan lastig zijn. Als je vermoeid een hele dag hebt staan ploeteren wil je waarschijnlijk niet nog eens lang en diep hoeven nadenken over wat je in de avond nou weer eens voor speciaals gaat klaarmaken. Aardappelen groente kan, maar is ook snel prijzig. Het is noodzaak om te zorgen dat er makkelijke en snelle diners gemaakt kunnen worden voor dezelfde of een lagere prijs dan de traditionele aardappel groentevlees. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de eis dat subsidies voor vleesproductie vervangen worden voor subsidies die een gezonde, makkelijke en smakelijke vervanging voor iedereen binnen handbereik houdt. Er zijn echter ook veranderingen nodig op cultureel en arbeidsvlak. Een simpele maaltijd na een dag hard werken is een logische keuze, maar het zou beter zijn als we minder hard hoeven te werken, zodat we meer tijd kunnen besteden aan alles rondom ons voedsel. De supermarkt is makkelijk en in de kapitalistische context noodzakelijk. Maar heeft ons ook compleet losgerukt van onze omgeving. Als we echter minder per week hoeven te werken om rond te komen, dan was het ook mogelijk voor mensen die dat graag willen een moestuin bij te houden. Het verbouwen van voedsel kan erg leuk zijn en afhankelijk van het gewas niet moeilijk. Bonen zijn zowel rijk aan eiwitten als erg makkelijk te verbouwen, zelfs op een gunstig gelegen balkon. Je kan natuurlijk niet je jaarvoorraad aan bonen daar verbouwen, maar het vergroot wel je contact met de natuurlijke wereld. Toch hebben veel mensen nog nooit een boon of kool van begin tot eten zien groeien. Als we minder gaan werken, wordt het voor mensen die graag koken, maar daar niet veel aan toe komen, ook mogelijk om bijvoorbeeld meer interessante en smakelijke gerechten te maken. Voor die vrije tijd zullen we met elkaar moeten organiseren. Dat gaat niet vanzelf aan ons gegeven worden. Conclusie: Er zijn verschillende redenen om te stoppen met de consumptie van dierlijke producten. De productie van vlees is gruwelijk inefficiënt en heeft veel land nodig. Dat eigenlijk gewoon bos had moeten blijven. En weer bos kan worden als het de kans krijgt. Voor zolang de dieren nog leven, hebben we natuurlijk een zorgplicht voor ze. Het is immers niet te verantwoorden om tegen de dieren te zeggen dat we ze niet meer nodig hebben en ze dus maar voor hunzelf moeten gaan zorgen. We zullen samen met de dieren die er zijn naar een betere wereld moeten gaan. En de dieren zoveel mogelijk de ruimte moeten geven. In die tijd zullen we leren op wat voor een manier we zullen samenleven met deze dieren. En de eventuele kinderen van hen die er nog komen. We moeten bewegen naar een wereld waar er zoveel koeien, varkens, kippen, schapen, geiten enzovoort zijn. Als dat de ecosystemen vanuit nature kunnen dragen. Een wereld zonder hen zou een armere en triestere wereld zijn. De vrije markt verkoopt producten van democratische bedrijven en ZZP'ers. Denk aan koffie van Zapatistas en feministen, wijn van de CNT, olijfolie van Griekse anarchisten, schoonmaakmiddelen van een bezette fabriek. En nog veel meer voor een echt vrije markt zonder onderdrukkers en uitbuiters. Houd jij van linkse stickers? Wil je ook met de mooie vlag naar een demonstratie? Ga dan naar webshop.vrijebond.org voor je propagandamateriaal. Je vindt er stickers, flyers, boeken en vlaggen. Stickers en flyers worden verkocht op donatiebasis. Voor de rest wordt de minimumprijs gehanteerd om de productiekosten te dekken, maar je kan zelf kiezen of je meer wilt betalen om de Vrije Bond te steunen. webshop.vrijebond.org